Chrismonix. Ik wil het vandaag met jullie gaan hebben over kerstkaarten. Verstuur jij ze nog? Ik wel. En ik maak ze niet zelf. Ik koop ze altijd. En normaal gesproken doe ik dat zoals veel mensen in de winkel. Maar wist je dat er ook geweldige Nederlandse ontwerpers zijn die via hun webshop of Etsy shop hun eigen ontworpen kerstkaarten verkopen? En daarvan ga ik jullie er vandaag een aantal laten zien. First up, de kerstkaarten van Oktoberdots. Dit is een van mijn favoriete Nederlandse ontwerpsters. En ze heeft dit jaar nieuwe kerstkaarten gemaakt. En deze zijn er een paar, er zijn er nog veel meer. En deze zijn met een superleuke Schotse print en quotes erop. Echt heel gaaf. En hou de site in de gaten als je dit mooi vindt. Want er komt nog veel meer van Oktoberdots aan. Waaronder een winactie. En nu gaan we over op zwart-wit. Of eigenlijk wit-zwart. Want dit zijn de kerstkaarten met een lekkere, hippe vierkante vorm van Winkel van Papier. En de Winkel van Papier vind je allerlei papierproducten. Niet alleen kaarten, maar ook cadeaulabels, behangpapier en allerlei andere leuke dingen. Get your fat pants ready, it's Christmas! Als je van pasteltintjes houdt, dan zit je helemaal goed bij Little Left to Do. Zij heeft een hele leuke Etsy shop. En daarin vind je niet alleen kerstkaarten, maar ook allerlei andere soorten kaarten. En verwacht veel pastels, veel watercolors en hele leuke lettertypes. Nog meer zwart-wit, koetjes en kaartjes, daar zijn deze van. En koetjes en kaartjes verkopen niet alleen papierwaren en kaartjes, maar ook woonaccessoires en babykleertjes. Hele toffe combinatie. Dit zijn de kerstkaartjes van Pepermint. Ik vind ze heel erg lief. Ze zijn blauw, een beetje beige en donkerbruin. Dus een beetje heel anders en ook eens wat andere patroontjes dan je gewend bent. Next up zijn de kaartjes van Nienke van Dreamkey Design. En deze vind ik echt heel erg mooi. Ze zijn lekker modern, maar ook wel een beetje klassiek. De site van Nienke, dreamkeydesign.nl geloof ik, vind je niet alleen papierwaren en kerstkaarten, maar ook hele leuke dingen om je thuiskantoor in te richten. Lucky number 7 is voor post en papier. En Anouk van Post en Papier verkoopt niet alleen kaarten en kerstkaarten, maar ook allerlei andere leuke dingen. Denk aan briefopeners, confetti, slingers, ook briefpapier. Dus neem zeker even een kijkje op haar leuke webshop. Last but most definitely not least zijn de vintage kerstkaarten van Annelies Kneidenburg. En Annelies is ook een van de bloggers van Chrismaholic, maar daarnaast heeft ze ook haar eigen Etsy shop waar ze dit soort vintage kerstkaarten verkoopt. Nou, dit is echt heel bijzonder. Het zijn voornamelijk Franse kaarten. En die zijn ook beschreven op de achterkant. Ze zijn niet echt bedoeld om op te sturen of je moet ze ergens bij doen. Maar ze zijn wel prachtig om op te hangen of als versiering te gebruiken. En op de blog vind je nog veel meer informatie als je meer wil weten over deze antieke kerstkaarten. Nou, dat was hem weer. Ik ben heel benieuwd welke van deze kerstkaarten jij nou het allerleukste vond. Laat het even weten in de reactie hieronder of op de blog als je deze video op de blog bekijkt. Of op Facebook als je hem daar ziet. En ik zal als reactie op Facebook en ook hieronder in de beschrijving veel meer informatie geven over alle webshops die ik genoemd heb. Zodat je daar een kijkje kan gaan nemen. Doei!